147 calorieën, 19 gram eiwitten. Beter gaat het echt niet worden voor een cheesecake. En hij is ook nog eens super simpel om te maken. En ik ga je laten zien hoe. Yo, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Zoals beloofd gaan we vandaag de light cheesecake maken. In de vorige video heb ik de normale cheesecake gemaakt en nu gaan we de light variant maken. Het is geen gigantisch verschil, het enige verschil is dat deze gewoon wat minder romig en vettig is. En ik dat persoonlijk lekkerder vind. Je kan het een beetje vergelijken met volle en halfvolle kwark. Voor de rest is er ook maar één ingrediënt anders en zijn zelfs de macro's en calorieën niet heel erg verschillend. Per 1/8 deel van de taart heb je maar 6 calorieën minder en een half gram eiwit meer. Is het heel veel? Nee, maar nogmaals, het gaat meer om de smaak dan om de calorieën. Oké, wat hebben we nodig? Net als vorige keer, 2 kloppuddingverpakkingen. Ik heb voor de bananensmaak gekozen. Ga vooral voor de smaak die jij wil. 10 gram aan zoetstof. Dan hebben we weer onze geheime ingrediënt Flavor Drops van MyProtein. Wil je deze? Kijk dan zeker even in de beschrijving. 35% korting. Dan hebben we 4 eitjes nodig. 1 grammetje maïzena. Dit is het ingrediënt wat anders is. Vandaag gaan we voor zuivelspread light in plaats van de light roomkaas. En net als vorige week hebben we 1 kilo kwark van Lindals. Vernieuw je smaak. Ook hier kan je voor elke smaak gaan die jij prettig vindt. Oké. Als we al deze ingrediënten hebben, gaan we weer precies hetzelfde doen als vorige week. We gaan ze gewoon allemaal in een kom doen en dan gaan we ze met de staafmixer mixen. Nog één ding, ik ga voor bananen en vanille smaak. Nogmaals, je kan het echt zo gek maken als je zelf wil. Wees een beetje creatief, je kan zelfs kaneel toevoegen als je dat wil. Misschien dat ik dat eigenlijk wel ga doen. Maar dat is het mooie van dit recept, je kan echt oneindig variëren. En dan rest er nu eigenlijk nog maar één ding. Alle ingrediënten in een kom gooien en mixen. Saw you from the distance. Hey, you, can we talk? Hey, you, I think you're my subsistence. Hey, you, or am I wrong? Normaal gesproken heb je hier maar 4 staafjes van nodig, maar die van mij die is bijna op, dus de staafjes wilden niet helemaal vullen. Dus je ziet me nu dit hele ding erin gooien, maar weet, je hebt maar 4 staafjes nodig en ik doe dit alleen, omdat ik er anders niet genoeg uithaal. En ook kies ik ervoor om toch nog kaneel te gebruiken. Zelf vind ik dat altijd wel lekker. Moet je het gebruiken? Nee, helemaal niet. Ik vind het gewoon lekker. Oké, alle ingrediënten zitten erin. Ik ga het eerst even een klein beetje doorroeren met een lepel. En dan switch ik daarna over naar een staafmixer. Dit is trouwens ook het moment dat je je oven alvast kan voorverwarmen 160 graden. Zorg dat je bij het mixen goed de zijkant meeneemt, zodat er geen poeder blijft hangen. En als het er dan ongeveer zo uitziet, dan ga je over op de staafmixer. En wanneer het er dan zo uitziet, kan je het in je taartbodem gaan gieten. Zorg wel dat het netjes verdeeld is over je taartbodem, want het is wel de bedoeling dat die overal even gaar is als we hem uit de oven halen. Trouwens, mocht je de vorige video nog niet gezien hebben, kijk hem dan zeker eventjes. Ook dat recept is gewoon heel erg lekker. En misschien vertel ik daar dingen die ik hier niet vertel of vergeet te vertellen. Maar oké, dan gaan we hem nu netjes verdelen. Wanneer je hem netjes verdeeld hebt, komt hij er ongeveer zo uit te zien. En wat we dan gaan doen, is we gaan hem in de oven stoppen voor 70 tot 90 minuten lang op 160 graden. Hoe weet je nou of die klaar is? Nou ja, dan moet je een beetje kijken, ruiken, voelen en een beetje op je gevoel afgaan. Ik zou gewoon zeggen, zet hem op 90 minuten, zet een timer op 70 minuten, op 80 minuten. En dan kan je ongeveer kijken welke kant hij opgaat. En misschien is hij bij 70 minuten al lang klaar. Maar ik ga hem nu in de oven doen. En dan zie ik jullie over 70 tot 90 minuten terug. Oké, we zijn 80 minuten verder. Die van mij is klaar. Ik ga hem er ook uithalen. Hij komt er een beetje zo uit te zien. Hij is wat geler omdat ik een banaan heb gekozen. Hij ruikt wel lekker, vind je niet? Ja, hij ruikt wel lekker. Dat moet ik eerlijk toegeven. Maar als je hem er dan uit hebt gehaald na 80 minuten, moet hij 6 tot 8 uur
Ja, dat is lang. Maar dan moet die 6 tot 8 uur in de koelkast. En dat betekent voor mij dus wachten tot morgenochtend. En een hele goede morgen. We zijn ondertussen de volgende dag aangekomen. Ik ga weer mijn cheesecake eten. We kunnen hem er weer uithalen. En dat is ook precies wat we gaan doen. Oh. Je ruikt hem hier al. Hij ruikt zo lekker. Je ruikt wel een beetje de bananen doorheen komen. Want we hebben natuurlijk bananenkloppudding gebruikt. En dat is de eerste keer dat ik dat ga doen. Oh, maar hij ruikt wel echt lekker. En dit is het eindresultaat. Hij is ook wat geliger door de bananenkloppudding. Maar ja, hij ziet er wel echt heel lekker uit. Ik hoop dat jullie het zo een beetje kunnen zien. Een paar dingetjes. We gaan wel de zijkanten los snijden. Want we willen niet dat als we hem openmaken, de taartbodem, dat hij uit elkaar valt. Dus snij eventjes goed de zijkanten los. En dan kunnen we er daarna heerlijk van gaan genieten. Altijd als ik iets gebakken heb, dan is het zo'n gek trots moment vanwege het feit dat het al gelukt is. En dat heb ik nu ook elke keer bij het maken van deze cheesecake. Oh, hij snijdt wel heel simpel los. Dat is een goed iets. Dat is positief. Oké, wanneer die dan los is gesneden, is dit het moment supreme. We kunnen hem openen. En als het goed is, zit hij nu nergens meer vast. Oh, en hebben we toch wel een hele mooie cheesecake zo voor elkaar gekregen. Oh, dit ziet er toch wel echt ongelooflijk goed uit. En ik denk ook wel dat jullie het nu mooi kunnen zien. Ja, dit ziet er geweldig uit. Oh, ik kan echt niet wachten. Kijk eens aan, daar zitten we weer. Met een halve cheesecake. En eigenlijk net zoals de vorige keer zit ik hier alleen zonder mijn zusje. Omdat ik hem gewoon simpelweg niet wil delen. Ik vind dit zo lekker dat ik het gewoon zelf allemaal wil opeten. Ook heb ik weer mijn koffietje erbij. Want echt, ik daag jullie uit om een betere combinatie te vinden dan cheesecake met koffie in de ochtend. En ik wil nog even terugkomen op de calorieën en macro's. Want ik heb het al gezegd, er zitten maar 6 calorieën minder in. En een halve gram eiwit per 1/8 deel. Maar ja, dat verandert natuurlijk als je een halve cheesecake aan het eten ben. Het zal niet heel veel veranderen en nogmaals, het gaat voornamelijk om de smaak in plaats van de calorieën en macro's, maar ik wil dus gewoon nog één keer aanhalen. In de helft van de cheesecake die we nu gemaakt hebben, dus eigenlijk de light variant, zitten 588 calorieën en 76 gram eiwitten. Voor een halve cheesecake is dat echt niet gek. In de vorige receptvideo in de normale cheesecake zaten 612 calorieën en 74 gram eiwitten. Dus het is geen gigantisch verschil, dat besef ik me. 24 calorieën en maar 2 gram eiwitten. Maar toch, ik wil dat even gezegd hebben. Zeker als je dat gaat vergelijken met, en dan hebben we het echt over 1/8 deel van een taart van een cheesecake van de Cheesecake Factory. Die zijn al 800 calorieën. Dus we zijn nu een halve cheesecake aan het eten. En we komen nog steeds niet aan die calorieën. Wat betreft de smaak, het is echt gewoon het verschil tussen je volle en halfvolle kwark. Ik vind persoonlijk halfvolle lekkerder. Ik ben gewoon niet zo'n super grote fan van die volle smaken. En deze heeft dat gewoon een stukje minder. Maar dat gezegd hebbende, ga ik jullie niet langer laten wachten. Ik ga hem jullie nog één keer laten zien. Oh, ik hoop dat jullie het kunnen zien. Ik ga ook proberen om het geluid van het aansnijden erop te krijgen. Oh. Zo ziet het eruit. Het is echt geweldig. Het is echt geweldig. Ik ga hier ook gewoon lekker van genieten. Ik ga jullie de eerste hap live laten meemaken. Ja. Oh, zo lekker. Je proeft echt de bananen doorheen komen. En ook wel de kaneel die ik heb gebruikt. En ja, dit is gewoon echt heel lekker. Ik kan niet veel meer zeggen dan dat. Het is nog steeds cheesecake-achtig. Maar net iets minder romig, net iets minder vettig. En nu door de banaansmaak is hij ook nog wat fruitiger. Maar ik ga eerst koffie drinken. Want als je daarna de cheesecake eet, dan versterkt die bittere smaak van de koffie versterkt eigenlijk alleen maar de cheesecake smaak. Dus dat vind ik persoonlijk lekkerder. Maar dan denk ik dat we alles gezegd hebben wat ik moest zeggen. En dan ga ik gewoon lekker genieten nu eigenlijk. Some space to think this through. Call me all night long. Try to give you hints in a hard to see. Right on the line, no. Losing it on you's the last thing I need. Het was echt
het was gewoon heel lekker. Ik kan niet meer zeggen dan dat. Probeer het dus zeker een keertje. Kijk ook zeker de vorige video waarin ik de andere cheesecake heb gemaakt. Ook die is gewoon super lekker. Ook ben ik benieuwd wat jullie graag zouden willen zien hierna qua recept. En dan ga ik natuurlijk mijn best doen om dat in een gezonder jasje te stoppen. Dus laat dat zeker eventjes weten in de comments wat jij graag wil zien. Als je daar dan toch bent, kan je mij dan alsjeblieft een plezier doen. En druk ook gelijk even op de like en op het abonneerknopje. Ook gelijk even op dat belletje, want dan weet jij wanneer ik weer een video heb geüpload. Denk je nou bij jezelf, nou ja, deze manier van diëten, dat is geen rotte manier. Kijk dan ook zeker even in de beschrijving. Daar vind je een linkje naar mijn website met mijn coaching. En dan kunnen wij 1-op-1 samenwerken. En dan kun ik jou leren hoe jij dit in je dieet kan implementeren. Rijmt dat nou? Leren implementeren? Ja, hè? Bars. Maar ja, dat was dit voor deze video. En dan zien we jullie de volgende keer weer. You cry, and I don't wanna fight with you. I would rather lie.